kijkt naar weer een nieuwe video. Vandaag wil ik het met je hebben over de kracht van beslissingen. Een beslissing maken, dat is een heel krachtig iets om te doen. En daarmee zet je eigenlijk een soort van domino effect aan stappen in werking. Juist doordat jij die ene beslissing maakt. En het zorgt er met heel jouw hebben en houden voor dat je ergens voor wil gaan. Dat je echt in alignment bent met jezelf. En dat je echt de richting op gaat die jij graag op wil gaan. Dus je kunt je voorstellen dat de kracht van een beslissing heel erg groot is. Weet je, het elimineert alle twijfel die er nog zijn kan. En het zorgt echt voor een verbinding met jezelf. He, je hebt met jezelf afgesproken dat je een bepaalde richting op wil gaan. En je zal er daardoor ook echt voor zorgen dat je er alles aan doet om er een succes van te maken. Wat er gebeurt als je een beslissing maakt, is dat de energie die je hebt, die wordt gechanneld zeg maar, in een bepaalde richting. Dus we gaan niet meer linksom, rechtsom en dan rechtdoor en dan toch weer met een zijweg terug naar voren. Nee, het maken van een beslissing zorgt echt voor dat je niet meer afgeleid wordt. Dus dat je alleen maar keuzes maakt die bijdragen aan het behalen van jouw hoogste doel, van jouw hoogste goed. Dus hetgeen waar je heen wil, doordat jij die beslissing gemaakt hebt. Je kunt echt puur de dingen zien die voor jou van belang zijn om jouw doel te bereiken. Dus eigenlijk elimineer je daarmee al die zijwegen waar je niks aan hebt. Die eigenlijk alleen maar voor afleiding zorgen. En die er ook voor zorgen dat jij je doel niet of minder snel behaalt. Je kunt het beste zien of vergelijken met een doolhof. Weet je, als je in een doolhof loopt, dan heb je allemaal zijgangen. En vooraf weet je eigenlijk niet welk pad je moet nemen om tot de uitgang te komen. Het gebeurt wel eens dat je een verkeerde weg inslaat, dat je dat hele stuk weer terug moet lopen. En dat je uiteindelijk met veel omwegen wel bij jouw doel terechtkomt. Dus uiteindelijk bij de uitgang. Als je een beslissing maakt, dan elimineer je eigenlijk een heleboel van die zijwegen al, waardoor jij veel makkelijker jouw weg door het doolhof kan vinden en ook dus veel makkelijker kan manifesteren wat jij eigenlijk wilt. Wanneer jij een beslissing maakt, dan zorgt dat voor een shift in jouw bewustzijn. Het helpt je op weg om verder te komen in jouw leven. En als jij denkt, ik wil dit niet meer, of ik ga dit nu echt veranderen, of ik ga het nu echt anders doen, dan brengt dat zoveel wilskracht in jezelf naar boven om jouw doel te bereiken. Dat je er ook echt alles voor zult doen om dat doel te gaan bereiken. En misschien dat je denkt, van het is egoïstisch als ik nu voor mezelf kies en dit ga doen, terwijl er nog zoveel moet gebeuren voor de mensen om me heen. Weet je, dat is weer een valkuil die ervoor kan zorgen dat je afgeleid wordt om jouw doel te bereiken, om jouw doel te behalen. Dus wees je ervan bewust dat het niet egoïstisch is om voor jezelf te kiezen. Want uiteindelijk, als jij een mooie mens wordt, dan zal dat ook uitstralen op de mensen om je heen. En dan zullen zij ook gelukkiger worden van het feit dat jij gelukkiger bent. Dus welke ja-maar stemmetjes er ook in je opkomen, als je een beslissing genomen hebt en je wil ergens voor gaan, doe dat dan ook gewoon. En natuurlijk zul je gewoon nog dingen onderweg tegenkomen die ervoor zorgen dat jouw beslissing minder krachtig wordt. Of die je laten twijfelen of je wel de juiste keuze gemaakt hebt. En dat komt doordat wanneer je een beslissing gemaakt hebt, het heel normaal is dat er eerst nog dingen op je pad komen die je doen twijfelen. Dat heet de wet van polariteit. Dus jouw wilskracht wordt eigenlijk gewoon getest om te zien of dit echt is wat je wil of dat je uiteindelijk toch opgeeft bij wat tegenslag. Dus onthoud dat je niet altijd ook alle stappen hoeft te kennen van waar je heen wilt om je doel uiteindelijk te gaan bereiken. Want de kracht van een beslissing ligt er ook juist in dat je jouw doel gaat bereiken op de manier die het meest gunstig voor jou is, die het beste voor jou is en die het best bij jou past. Weet je, je hoeft niet. Het is eigenlijk hetzelfde als traplopen. Als jij de trap op gaat, dan doe je dat ook stapje voor stapje en train voor train. Je hoeft niet van beneden opeens naar boven te springen en meteen al te weten hoe al die trainers eruit zien. Misschien ligt de charme er juist wel in dat als je die trap aan het opklimmen bent, dat je ergens een trainer tegenkomt die kraakt. Of eentje waarvan je denkt, hoe gaat die me wel houden, zo oud is die trainer, weet je. Zulke soort dingen maken het pad wat jij nu gaat bewandelen ook heel mooi. Dus laat je daar ook gewoon door verrassen en laat je erdoor leiden en het komt allemaal goed. Want met elke
stap die je neemt, elke tree omhoog, zul je dichter bij je doel komen. Weet je, je bent elke dag weer een stukje verder als dat je eigenlijk gisteren was. Of de dag daarvoor. En wees daar gewoon trots op. En wees daarop ook blij met de dingen die je al bereikt hebt. Het kan zijn dat je last krijgt van beperkende overtuigingen. Die ervoor zorgen dat je eigenlijk je doel niet zo snel kunt bereiken. Bijvoorbeeld het idee dat je niet goed genoeg bent. Of dat je nog andere dingen moet doen. Of dat je het niet waard bent om dit doel te bereiken. Die stemmetjes in je hoofd die zorgen ervoor dat je, wet van polariteit, weer van jouw doel gaat afstappen. Mocht je er heel veel problemen mee hebben, mocht je het lastig vinden om daar zelf een oplossing voor te vinden, kijk dan even op mijn website lindabisschop.nl onder het kopje afspraak. En daar zie je 6 verschillende mogelijkheden van pakketten en coaching die ik aanbied om jou te helpen die beperkende overtuigingen te overwinnen. Zodat jij ook jouw mooiste leven kunt leven zonder al die beperkingen en gewoon met ease en flow vooruit naar jouw droomdoel.